Mijn beste ondernemersvrienden, alles kids met jullie, hoe gaat jullie business? Ik ben heel benieuwd. Zoals beloofd in de live video van afgelopen weekend, ging ik nog een video maken over product research en hoe correct de data te interpreteren in Boloo. Dus laten we er gewoon invliegen. Ik weet niet hoe lang de video gaat worden, maar ik ga jullie tonen hoe je onder andere Amazon kan gebruiken, of de Amazon bestsellers, om potentieel de producten te vinden, winnerproducten voor bol.com. Laten we gewoon starten. Alright, dus ik heb hier Bol openstaan zoals je kan zien. We gaan zo dadelijk producten gaan zoeken op Bol, maar zoals de video het zelf aanhaalt, wat we gaan doen is Amazon gebruiken om ons winner-killer producten te vinden. Dus wat we gaan doen is naar de bestsellers op Amazon gaan. Omdat we Bol zich in Nederland, in Europa bevindt, gaan we enkel Amazon.de, dus de Duitse versie van Amazon, en de Engelse versie gaan gebruiken van Amazon. Je kan eventueel ook de Franse versie gebruiken, maar Amazon.de en Amazon.co.uk zijn de grootste markten of de grootste platformen in Europa. Dus wat je doet, want het is vrij moeilijk om via de website zelf tot bij de bestsellerpagina te komen, is gewoon googlen. We doen Amazon.de bestsellers en het eerste zoekresultaat zou in principe hier dit is de bestsellerpagina van Amazon.de zoals je hier kan zien. En wat we gaan doen, je kan echt zo specifiek gaan als je wilt. Je hebt zoveel mogelijkheden, zoveel producten om door te scrollen. Dus eigenlijk gaan we hier gewoon door de categorieën gaan. Ik ga de taal even veranderen naar Nederlands om het eenvoudig te houden. Belangrijk, ik wil hier ook al bij zeggen, zij die Jungle Scout hebben, gebruik Jungle Scout om de verkoopdata na te gaan. Gebruik de Chrome extension om na te gaan hoeveel producten er worden verkocht. Belangrijk hierbij wel is om de taal in het Duits in te stellen, want anders geeft Jungle Scout foutieve resultaten weer. En moest je meer informatie willen hebben over Jungle Scout, raad je zeker aan om naar een van de vorige video's over product research op Amazon te gaan. Maar dus dat is al een goede eerste indicator van waar er veel vraag naar is op Amazon, zodat je dit eventueel ook al kan meenemen naar Bol. Maar we gaan nu zonder Jungle Scout gewoon verder met die product research. En wat we gaan doen is hier gewoon in een van de categorieën doorklikken tot als we een interessant product vinden. Dus ik ga hier nu, laten we eens gaan kijken. Wat is het? Eventueel keuken. Ik wou liever iets buiten nemen. Sport en outdoor bijvoorbeeld. Dit zijn al, ja, op zich kan je hier al naar gaan zoeken. Bijvoorbeeld een waterfles. Maar ik zie hier nu een luchtpomp. Dus wat we kunnen doen is, we gaan eens zoeken op Bol naar luchtpomp. Luchtpomp. We duiden, nee, niet dier. Luchtpomp. Niet in dier, gewoon luchtpomp algemeen. Hoe doen we dat hier? In alles. Nee, niet speelgoed. Alles. Zo. Zet hier zeker op best verkocht. Best verkocht is uiteindelijk wat Bol gaat weergeven in volgorde naar het aantal verkopen. In principe, dat is toch de bedoeling. En we kunnen hier eens gaan zien naar producten. Ik merk nu dat het allemaal elektrische toestellen zijn. Dus wat we gaan doen is zoeken op manuele luchtpomp. Of voetluchtpomp. Voetluchtpomp. Welke woorden gebruiken ze hier? Luchtpomp, handpomp. We gaan gewoon hier al eens kijken. Dus we willen niet elektrisch. Elektrisch is meestal, laten we zeggen, als beginnerproduct is dat geen goed idee. Want met elektrische producten heb je vaak
vaker retours dan producten die puur bestaan uit mechanische onderdelen of gewoon één geheel. Zo, dus dat is al één. Ja, we gaan eigenlijk enkel kijken naar producten waarvan de verkoopprijs... Wacht, nee, ik ga het opnieuw zoeken. Dit lijkt mij een meer relevant zoekwoord. Dus je moet dit echt een beetje intuïtief aanvoelen naar wat de potentieel sleutelwoorden zijn op basis van het product dat je zoekt. Voetpomp, daar hebben we al meer resultaten van. Voetpomp, daar zit ook een luchtmatras bij bijvoorbeeld. Nu, dit valt... Ja, ik wou zeggen, we kijken naar producten die boven de 20 euro zitten. Maar het kan ook geen kwaad om eens een product te tracken waarbij de verkoopprijs bijvoorbeeld rond de 15 euro zit. Dan moet je eens nadenken aan differentiatie. Denk eens na aan wat kan jij nog van meerwaarde leveren met een dergelijk product, zodat klanten voor dat product zou kunnen kiezen. Ik denk nu maar aan een extra adapter of een leuk zakje of een leuke opbergdoos in welke dat je die voetpomp kan steken. Je ziet hier ook dat de levertijd 3 à 4 dagen is. Dus jij kan daar, als jij het via LVB gaat aanbieden, is dat voor 12 uur besteld, volgende dag in huis. Dus daar lever je al een meerwaarde. Dus we kunnen eventueel dit product al eens tracken. Ik ga het proberen ook via Boloo te tracken. We gaan dus de EAN-code zoeken. EAN, hier is de EAN. Control copy. Boloo. En we gaan hier naar... We gaan dit nu gewoon in een random categorie steken. Zo. En zien. Dus ik voeg het nu toe in de Boloo app. Maar zoals je ziet, onbetrouwbaar 0 dagen. Dus dat is een product dat nog niet eerder getracked is geweest door iemand anders die Boloo gebruikt. Dat wil dat eigenlijk zeggen. Dus als we kijken naar analyseren, ja, dus er is geen data om te analyseren. Wat we wel kunnen doen, is al eens Bol gaan gebruiken om te gaan nagaan. Dus we gaan Bol gebruiken om na te gaan via de aanbodmethode wat een mogelijk of wat de verkoopcijfers zijn. Dus ik heb hier nu een andere laptop naast mij staan, omdat ik, als ik hier op mijn dashboard inlog, dan kan je de winkelnaam zien en mijn producten ook. Dus ik doe het even op een andere computer. Ik heb hier dus wat je gaat doen, ik ga het even uitleggen en ik heb het al eerder getoond. Je gaat naar jouw dashboard, dus naar jouw seller account. Je gaat naar artikelen, mijn aanbod, en dan rechts van boven artikel of product toevoegen en dan vul je daar de EAN-code. Dus ik heb hier 8711 292 017 844. Zo, we gaan dat toevoegen. Gewoon de langste levertijd pakken, dus 4 à 8 dagen. Je mag eigen voorraad aanduiden. Voorraad 1 stuk. En dan de prijs. Zet de prijs wel goed boven de huidige vraagprijs, zodat je zeker bent dat niemand het gaat bestellen. Want als iemand het bestelt, dan ben je verplicht om dat te gaan opsturen. Of je moet dan gaan zeggen, maar ja, je kan het niet opsturen. En dan kan dat een effect hebben op jouw score. De score die Bol jou geeft. Dus ik ga dit hier 19 euro aan vraagprijs geven. En dan gaan we naar mijn aanbod. Ja, dus naar jouw producten en dan ga je naar het product. Helemaal rechts klik je op bewerk aanbod. En als ik dan kijk hier, ja, ik ga proberen te tonen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. 10 à 100 aanbod. Dus de vraag, dus je weet alvast dat dat product tussen de 10 en 100 stuks per maand verkoopt. Dus dat is eigenlijk al een reden om het te tracken. Dus wat je doet, hou het bij in Boloo. En je kijkt binnen een week of binnen 2 weken terug en kijkt eens hoe dat verloop gaat. En we gaan verder, later in de video, vandaag nog, kijken hoe je die resultaten nu interpreteert. En wat nu eventueel zaken zijn waar je rekening mee moet houden als je die resultaten in Boloo interpreteert. Goed, dus dat is één. We gaan nog een 2-3-tal producten zoeken via de bestseller.
Dus wat je, ja, ik heb nu voor één product gekozen, wat je dan kan gaan doen, dus ik zit hier op Bol, is eigenlijk gelijkaardige voetpompen, bijvoorbeeld deze, is gaan toevoegen, ook in de Bolu Tracker. Doe dit voor de eerste 3-4 producten in de zoekresultaten die relevant zijn. Dus deze ook bijvoorbeeld, deze voetpomp. Zodat je weet, dus zodat je een algemeen beeld hebt over die vraag naar voetpompen. Als je één product gaat gaan tracken, is het moeilijk om op basis daarvan te zeggen van, is er nu een algemene vraag naar voetpompen of is dat nu gewoon een product dat goed verkoopt. Dus dat is waarom ik aanraad om in Bolu, of ook belangrijk, je kan ook de Potential Tracker gebruiken, dus de Excel sheet die ik in een van mijn vorige video's heb uitgelegd en getoond, die kan je gewoon downloaden ook. Kan je zelf gebruiken als je geen Bolu hebt. Dus je kan dan manueel in Excel gaan invullen hoe de voorraad verandert. En wat was ik aan het zeggen? Dus ja, we willen naar die algemene vraag gaan kijken. Niet naar één specifiek product. Zodat je dan op basis van die vraag zelf een killer product kan gaan creëren. Dus dat is al één. We gaan terug naar de bestsellers en we gaan wat verder scrollen. Dus dat is nu één productcategorie. Dat is sport en buiten, outdoor. Maar je kan gerust hier links een andere categorie gaan aanduiden. Je kan zelfs, wat gaan we nu doen? Je kan zelfs een subcategorie aanduiden, zodat je nog specifieker zoekt. Laten we nu darts aanduiden. Kijk eens naar producten. Zoek bij de bestseller al eens naar producten die boven de 20 euro worden verkocht. Dan zal dat op Bol ook hoogstwaarschijnlijk boven de 20 euro uitvallen. Dartboard, ja, waarom niet? Laten we eens zoeken naar een dartboard. Dartboard. Best verkocht. Ja, die hebben heel wat reviews. Die zullen wel langer op Bol aanwezig zijn. Je ziet hier dat we een product hebben dat wel degelijk boven de 20 euro verkocht wordt. Maar er zijn natuurlijk heel wat producten. Dus hier ook zouden we dit eventueel kunnen toevoegen. We gaan dit nu aan Bolu toevoegen. Gewoon één product. Ik zal ook de aanbodmethode toepassen. Gewoon om te weten wat de vraag is naar zo'n product. Bolu. Toevoegen. Product is toegevoegd. Ah, je kan dus zien hier dat het product al eerder is toegevoegd door een andere Bolu gebruiker. Dus dat product is al getracked of wordt al getracked omdat iemand anders die Bolu gebruikt dit in zijn tracker heeft gestoken. Dus jij moet niet opnieuw een paar dagen wachten. Je kan meteen al naar het resultaat kijken. Dus wacht, we gaan hier eerst al eens zien. Dus wat is dat? Maandelijkse verkoop, ja, inderdaad. Maandelijkse verkoop, 152. Nu, als we kijken naar analyseer product, je ziet ook dat er ontzettend veel verkopers zijn onder die listing. Dus dit is gewoon al een reden om een eigen product uit te gaan brengen. Dartshopper. Dus je kan hier kijken naar het aantal verkopen. Maar ik kijk liever naar hoe de voorraad verandert, zodat je eventueel spikes kan wegfilteren, manueel of met het oog. En je ziet dat die verlopen wel degelijk serieus lopen. Dus dat is in elk geval wel heel interessant. Ik ga het niet via de aanbodmethode doen, want die gaat gewoon valideren wat er hier wordt gezien. Dus dartboard. Maar dartboard, je hebt gezien, veel verkopers. Dus eventueel een reden om het niet te doen. Want je gaat je serieus moeten differentiëren. Je ziet ook dat er al wat verkopers zijn die bijvoorbeeld dartpijlen erbij aanbieden. Dus laten we gewoon nog één laatste product vinden via de bestseller hier. We gaan terug en we gaan een andere subcategorie aanduiden. Laten we zeggen skateboarden, bijvoorbeeld. We zoeken een product dat is boven de 20 euro. Eventueel een helm, maar dat is misschien iets te algemeen. Een waveboard. Waveboard kunnen we wel eens kijken. Waveboard best verkocht. Ja, ook wel heel veel aanbieders. Misschien toch ook al een reden om het niet te doen. Ik zoek liever naar een product waarbij dat er na 5 à 10 producten iets anders wordt getoond. Dus dan weet je dat er maar 5 à 10 andere verkopers zijn waarmee je gaat differentiëren.
Maar niets houdt je tegen om die producten eens te bekijken en eens naar de reviews te kijken, zien wat klanten graag zouden willen zien. Eventueel kan je dit bundelen. Ik zie nu dat dit allemaal producten zijn die enkel met een waveboard komen. Waarom niet een pakket vormen? Dus een waveboard samen met kniebeschermers en een helm of dergelijke. Dat is een mogelijkheid. Maar ik ga toch nog verder even naar een product gaan waar ik iets meer in of een beter gevoel bij heb. Ja, ik ga gewoon teruggaan en even een andere subcategorie kiezen. Laten we zeggen, nu squash. Waarom niet? Squash, ja, dat zijn zweetbandjes. Nee. Ik ga gewoon hier verder kijken dan. Weer waterflessen. Redding, zwemvest. Eventueel een zwemvest. Ik zoek echt iets naar een uniek product. Weerstandsbanden, die zijn wel populair. Cool element, waarom niet? We gaan gewoon even verder. We gaan eens in een volledig andere categorie gaan kijken misschien. Bijvoorbeeld dierbenodigdheden. Product boven de 20 euro. Een drinkfontein. Dieren drinkfontein misschien. Dieren drinkfontein. Met dit warme weer, waarom niet? Fontein gewoon. Zo, een drinkfontein. Best verkocht. Dit is boven de 20 euro, waarom niet? We gaan dit eens toevoegen. Ik weet dat dierenproducten, vooral kat- en hondproducten, meestal heel populair zijn. Dat wil ook zeggen dat er meer verkopers in die niche zitten natuurlijk. Toevoegen. Dit wordt ook al getracked, dus je weet dat er andere verkopers zijn die dit product aan het bekijken zijn. En dit wordt wel goed verkocht. Je ziet hier ook een fameuze piek. Ja, niet zoveel. Ik zou willen zeggen, durven zeggen dat dit door het warme weer is. Echt aantal verkopen. Dus dat we hier wat meer verkopen hebben. Je bekijkt dit gewoon ook best verkoper per verkoper. Of enkel naar de verkopers die goed verkopen. En laten we dit nu wel via de aanbodmethode doen. Dus ik ga even hier terug op mijn andere computer. En we gaan dit hier toevoegen, dus nieuw product, voeg artikel toe, EAN code is 002251743 1743 7421. Kom op. Nee, dat wordt niet herkend. 002517. Ik ga dan gewoon op de titel zoeken. Cat it. Ja, dat vind ik wel. Levertijd van 4 à 8 werkdagen. 1 in voorraad. En de prijs goed boven de huidige vraagprijs. En dan gaan we naar mijn aanbod. En wat zegt het aanbod, dus bewerkaanbod. Ja, dat is nu precies wel een killer product. Kun je dit zien zo? Dus ja, we zitten aan de 100 à 1000 verwachte verkoopprognose. Dat is bangelijk. Dat wil zeggen dat er tussen de 100 en 1000 van die fonteintjes worden verkocht. Is er reden om het verder te gaan onderzoeken? Denk eens na, hoe kan ik mij differentiëren? Ik zie hier, dit product heeft 142 reviews. Dat zijn voldoende reviews
om heel wat zinvolle feedback van de klanten mee te nemen en eventueel dit gaan bundelen. Voeg daar een extra product aan toe, voeg daar, ik zeg nu maar, een klein waterflesje of dergelijke aan toe, zodat dit makkelijk kan bijgevuld worden. Ik weet het niet. Bekijk elk product apart. Denk eens na over differentiatiemogelijkheden. Dus dat is het voor de product research. Maar wat ik dan nog wou tonen, en dat gaan we nu even doen, is om resultaten correct te gaan interpreteren in Boloo. Want zoals je weet, Boloo is een ideale, een perfecte tool die alles automatiseert. Maar natuurlijk, het is nog een jonge tool. Er zijn nog wat bugs in zekere zin. Bugs, daarmee wil ik zeggen dat er bijvoorbeeld bij voorraadverschuiving, als er een nieuwe voorraad bij komt, dan zal Boloo dit verkeerd tracken. In een zekere zin, maar ik weet dat ze daaraan aan het werken zijn, dat dit ondertussen al verholpen zou moeten zijn. Maar ik ga jullie tonen hoe ik zelf de resultaten interpreteer. En in het achterhoofd moet je houden dat je eigenlijk vooral kijkt naar de voorraad en hoe de voorraad verandert, eerder dan naar het aantal verkopen dat de tool toont. Dus ik zit hier in een bepaalde categorie en ik ga hier gewoon... we gaan een goed verkopend product proberen te bekijken. Bijvoorbeeld nu hier die Tiger waterfles. Zo. Dus wat ik dan doe, dus zoals je zag, aantal verkopen gaan we niet doen. Je kan natuurlijk zien, je kan dit wel eens bekijken, maar we gaan naar de voorraad kijken. En ik kan zien, we gaan van 263 stuks op 2 juni. Naar 184 stuks op 21 juni. Je kan dit eventueel om gaan rekenen naar 30 dagen. Dan heb je een algemeen idee. Dit is dan correcte. Dit kan als correcte data worden beschouwd. Maar ik heb de indruk dat het aantal verkopen hier wel correct overeenkomt. Je ziet ook dat er één verkoper is. Dus dat is al een manier om te interpreteren. Ik ga eens zoeken naar een product waarbij je eventueel moet oppassen. Aantal verkopen, voorraad. Ja, dus hier 0 stuks. Als we dan van 0 naar 31 gaan, wat gaat de tool geven? Dat is op 12 juni. 12 juni. Ik denk dat die twee verkopen dan wel correct zijn, omdat die gaat kijken naar de voorraad op het begin van de dag op 13 juni en dan op het einde van de dag. Dus die twee verkopen zijn wel correct geïnterpreteerd. Wat valt er nog te zeggen? Ik denk dat het vrij eenduidig is en vrij eenvoudig om te interpreteren. Dus bekijk gewoon steeds hoe de voorraad verandert eerder dan het aantal verkopen en of dat dan eventueel overeenkomt. Dus ik hoop van harte dat je wat hebt gehad. Dus dit is een alternatieve manier om producten te vinden. Gebruik de Amazon bestsellers om een product te vinden op Bol. Dus ik hoop jullie hiermee een stap vooruit te hebben geholpen. Als dat het geval is... Geef dan zeker en vast een like aan deze video. Abonneer je als dat nog niet gebeurd is. Klik op de belnotificatie, dus op het beltje hieronder, als je op de hoogte wil blijven van wanneer ik een nieuwe video post. Er komt sowieso nog een video in de komende dagen of volgende week ergens. Ik probeer het zo goed mogelijk op consequente basis te doen. Als je nog suggesties hebt voor video's, dan hoor ik het graag. Zet het in de videobeschrijving. Stuur het mij op via privébericht of dergelijke. Want ik wil een kanaal maken op jullie maat. Dus het draait niet om mij, het draait om jullie. Dus in elk geval veel succes en ik ben heel benieuwd naar jullie avontuur. Tot de volgende!